politie heeft één persoon aangehouden na een ongeluk op de Leidse Straatweg maandag. Daar vielen ter hoogte van het Lauwman Museum 3 gewonden bij een botsing tussen 2 auto's. De brandweer moest de voertuigen openknippen om de slachtoffers te bevrijden. 2 gewonden liggen nog in het ziekenhuis, een derde is aangehouden. Kim Holland gaat met haar advocaat in gesprek met uitgeverij Prometheus. Ze zal bewijsmateriaal laten zien om aan te tonen dat ze nooit heeft geweten dat een van haar actrices gedwongen door een loverboy in haar film speelde. In het boek De Meisjes van Mevrouw de Wit wordt Holland beschuldigd van uitbuiting. Gebruikers van Stadstuin Emmashof laten deze week het water in hun tuin onderzoeken op gif en andere verontreiniging. De grond onder de tuin is verontreinigd door de voormalige wasserij in de Weimarstraat. Het bestuur van de tuin is geschrokken, maar de voorzitter denkt dat de vervuiling wel mee zal vallen, omdat het water van heel diep wordt opgepompt.